De power of de post-it. Weet je wat het is? Ik ben van Kastgeluk, mijn naam is Carina Hoeven en mijn missie is om jou te leren hoe je de regie over je kledingkast, maar ook over je huis weer terugkrijgt. Zodat het tijdwinst is, zodat het moeitelozer mag gaan. En daarbij gebruik ik dus heel vaak de power of the post-it. Hoe kan het makkelijker? Hoe gaat het voor je werken? Nou, ik word zelf overprikkeld vaak van allerlei grote kalenders. Zeker als mijn hele familie daarop staat, dan zie ik eigenlijk alles in één. Dat zorgt bij mij voor ruis. En mijn bedoeling is alle ruis uit je leven te halen, zodat het sneller gaat. Zodat het voor je gaat werken. Zodat jij veel meer tijd krijgt en veel meer rust en balans. Nou, de post-it is ideaal. Ik heb hier eigenlijk gewoon onze to-do-lijst. Ik heb hem voor mezelf gemaakt, maar inmiddels zie ik dat mijn familieleden dan ook gewoon post-its onderplakken per dag. Hier heb ik de dagen van de week geplakt. Simpel post-it. Op maandagochtend of op zondagavond doe ik even opschrijven wat ik allemaal deze week to do heb. Wat ik echt graag wil doen. En die schrijf ik simpel op een post-it en dat plak ik dan hieronder. Dus nu zie ik elke keer als ik een glas water drink, als ik wat pak uit de keuken, zie ik die to-do-lijstjes. En wat is nou het mooie? Je systeem wil eigenlijk dat opgelost hebben. Dus ik ga het doen. Ik ga daadwerkelijk wat er staat doen. Ik zorg wel dat het behapbaar blijft, dat het dus voor deze week goed te doen is. En ik kan dag na dag zo de post-itjes weghalen. Komt er iets nieuws bij, schrijf ik het op en plak ik het hierbij. Zo werkt dat ook bij ons boodschappenbriefje en wat we gaan eten. Simpel, post-its, gewoon plakken op een stuk. Dit is het stuk waar heel veel, nou, maar onze Echo's planbord is het eigenlijk. En het werkt fantastisch. Hoe simpel kan het zijn? En daar hou ik van. Slim, snel en succesvol, zodat het tijdwinst geeft. Zodat het minder frustratie, waardoor je alleen nog maar kunt doen waar jij gelukkig van wordt. En dat leer ik je ook in cursus kast opruimen. Want dat is de start. En eenmaal die formule, nou, dan ga je dat in alles toepassen.